Veel Caribische studenten die vol goede moed hier in Nederland aan hun studie beginnen, halen de eindstreep niet. Praktische zaken, zoals huisvesting en een zorgverzekering, zorgen voor veel kopzorgen. Hierdoor kunnen ze zich niet focussen op hun studie. De Nationale Ombudsman doet een dringende oproep aan de overheden om deze knelpunten weg te nemen. Naar aanleiding van zijn onderzoek gaat hij in een online ontbijtsessie in gesprek met Caribische studenten en minister van Engelshoven. Wat is er nodig om succesvol te zijn in je studie? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat je ook na het halen van je diploma, in ieder geval na de terugkeer naar de eilanden, dat je dan daar ook uit de voeten kan? Waar mensen tegenaan lopen, dat is dat ze geen burgerservice nummer hebben als ze hier arriveren, als ze uit het vliegtuig stappen. Dat ze problemen hebben met de zorgverzekering. Dat ze de taal toch ook wel lastig vinden. Dat de cultuur anders is, dat het gedrag anders is. Dat zijn hele praktische dingen en daar moeten we ze echt bij helpen. Je hebt geen houvast totdat je hier bent. En dan besef je wat je wel en niet kan en waar je tegenaan loopt. De Nationale Ombudsman roept de overheid en hun collega's op de eilanden op om alles in hun macht te doen om de fase voorafgaand tijdens en na de studie in Nederland voor Caribische studenten zo eenvoudig mogelijk te maken. Als ik de knelpunt hoor die de ombudsman naar voren brengt, dan is herkennen we daar ook veel in. Er zitten een aantal dingen die steeds terugkomen. Bijvoorbeeld taalniveau. Daar zou ook het onderwijs op de eiland in moeten investeren. Het is gewoon voor de meeste mensen een derde taal. Je hebt eerst voor mij Papiaments, dan Engels, dan Nederlands. Ik had gewoon een goede cijfer voor Nederlands. Ik gewoon met een voldoende afgerond. Dus ik was zeg maar confident. Maar ja, toen ik hier kwam, dan stelde dat helemaal niks voor eigenlijk. Want ik moest toch van nul beginnen weer, zeg maar, om op het juiste niveau te kunnen komen. Ze lopen tegen dingen aan hier die ingewikkeld zijn. Die vinden we allemaal ingewikkeld, maar als je van ver komt is het nog ingewikkelder. En we moeten ervoor zorgen dat ze goed studeren, dat ze goed ontvangen worden, dat ze vooruit kunnen, dat ze een opleiding krijgen en dat ze hier happy zijn. De Nationale Ombudsman heeft in zijn rapport aanbevelingen gedaan en roept de overheid op om snel actie te ondernemen. Ga voor het rapport naar www.nationaleombudsman.nl. Dankjewel. Bon Pascu. Dank jullie wel.